Ja. Verder stil, een klein beetje afmaken jongens, kom aan. Een beetje zuid, dus de toestand toevoegen. De lokje van de Pieterzen kan er eigenlijk niet aan rieken. De Piet is bezig. Het staat eigenlijk klaar, voilà. We staan hier op de buurfeestum de Klapstraat in Meerbeke met Danny Douwer bij mij. Ze zeggen mij zo net, Danny, misschien ook wel een beetje de burgemeester van de Klapstraat genoemd. Waarvoor precies? Dat is vorig jaar ontstaan. Een beetje als een, we zochten iets ludiek om de straat nog meer te doen leven. Ja, en we dachten eraan van ja, kijk, een burgemeester van straat kiezen. En uiteindelijk, ja, het was een beetje opgezet. Maar achter mijn rug hebben ze dan, hebben ze mij dan gekozen als burgemeester, maar wow, veel meer komt dan niet bij kijken. Dus de verdienste gaat evenveel naar de andere mensen als naar mijzelf. Dus, hè. Hoe is het eigenlijk allemaal hier begonnen? Het is eigenlijk al de vijfde keer dat de buurfeesten hier doorgaan in de Klapstraat in Meerbeke. Hè? Hoe is het allemaal begonnen? Ja, het is nu de vijfde keer. Het is eigenlijk begonnen met de festiviteiten voor een 100-jarige. Ja, toen we met de ganse straat bij elkaar waren en dat we dan met een aantal mensen, ook nieuwe bewoners, bij elkaar kwamen, in contact kwamen. En zeg dan van ja, kijk, het is hier een leuke straat, het is hier ambiance. Ja, en een pintje gedronken, je kent dat. Hebben we gezegd van ja, misschien moeten we een keer samen iets gaan doen in de straat. En zo is het ontstaan. En dus vandaag doen wij op jaarbasis doen wij twee dingen. Wij organiseren ons straatfeest en we organiseren een nieuwjaarsdrink. Dus eigenlijk in een heel kleine straat toch heel veel sociaal bewogenheid. Hè. En hoe wordt dat allemaal bekostigd? Want dat moet toch een centje kosten, hè? We proberen zo low budget mogelijk. Hè. We proberen eigenlijk om zo laag mogelijk qua kost zoveel mogelijk te bieden. Ja, maar dat betekent dat we met heel veel mensen samenwerken. Sponsors die ons daarbij helpen. Ja, zonder daarbij grote dingen te doen. We zijn met een klein comité, een vijftal mensen. Maar dat zijn allemaal vijf schitterende mensen die iedereen een beetje mensen kennen. En dus we proberen zo weinig mogelijk materiaal te moeten aankopen. Afspraken te maken met andere verenigingen. En daardoor kunnen we eigenlijk al 5 jaar op rij onze prijs hetzelfde houden. Het is net vandaag 11 juli, Dag van de Vlaamse Gemeenschap. Zit dat er voor iets tussen met jullie? Dat zit er tussen. Als we heel eerlijk zijn, moeten we wel toegeven dat het meer te maken heeft met het feit dat we daardoor van de Vlaamse overheid ook kunnen een premie trekken. Ja, als we dat rond de periode van 11 juli doen, daar zijn we vrij eerlijk in. Dus we zijn blij, we zijn Vlaming, we wonen hier in de straat. Maar hier zitten evengoed Polen of Roemenen. Dus het is niet van puur Vlaming, het is een feest. Maar we doen het wel natuurlijk een beetje omdat dat we ook een premie kunnen claimen van de Vlaamse overheid. Wat valt hier vanavond te beleven precies? Vanavond, we zijn eigenlijk van deze middag begonnen, dus wat proberen wij volksspelen te doen in de namiddag. Iedereen wordt thuis opgehaald met een paard en kar. We zorgen voor muziek op de kar. Dus dat op zich is al volks. Hè. We proberen zo volks, niks speciaal op zich. Nadien krijgen de mensen een gans menu, maar het is wel barbecue, buffet, desserten buffet. Heel breed. En dan service komt er een groepje optreden. En dan de dienst spelen wij zelf, dus oké. En proberen we dat tegen morgen vroeg, dat iedereen naar huis is. Ja. Maar ik hoor het eigenlijk niet uit uw mond komen. Er is nog iets heel speciaals op komst. Straks rond 8:30 gingen jullie toch iets doen? Een optreden? Ja. Eigenlijk, we mogen dat niet verklappen. Het is eigenlijk om de vijfde keer dat we het doen. En we hadden op de laatste vergadering gemeld van ja, eigenlijk moeten we toch ook voor de straatbewoners iets speciaals doen. Dus we hebben eigenlijk, ik heb een liedje geschreven. We hebben het opgenomen in een studio en we gaan dat straks met het comité, zoals dat heet, gaan we ons liedje brengen. En ja, we zijn daar best wel fier op. Hè. Samen met de burgemeester dan? Samen met de burgemeester en het college van Schepenen. Hè, dus, okay. Ja. Dus ik zou graag met een band op het podium roepen. De groet en draag gezicht, zie ons hier in het gezicht, alle meisjes en braaf. Ja, dat is toch bijzonder. De poltje Rob of Marie-Claire, de meisje Lies en Nicotère, alle meisjes en braaf. Het leven op zijn stel verbaasd.
We staan hier bij ons met Jonas en met Sophie, nieuwe bewoners bijna van de Klapstraat hier in Meerbeke. Waarvoor precies naar de Klapstraat gekomen, Sophie? Wij zijn eigenlijk al een jaar op zoek geweest naar een huis en we hebben hier een paar huizen in de buurt bezocht en uiteindelijk hebben we ons droomhuis hier gevonden. Nog niet een beetje beklaagd als je dat hier allemaal ziet? Nee, eigenlijk niet. Het is heel tof dat we er kunnen bijstaan. En dat is plezant om de nieuwe buren te leren kennen. Ken je al niet nog niet? Maar kan er vast en zing nog We staan hier bij Jérôme bij ons hier in de Klapstraat in Meerbeke. Jérôme, hoe lang woont u al in de Klapstraat? 50 jaar. U bent een van de oudste bewoners, zeker ver? Ongeveer, ja. En is er de voorbije jaren al veel veranderd in uw straat? Ja, er zijn prachtige huizen bijgekomen. Zeer goede buren, zeer goede vrienden. Een toffe straat. En wat vindt u van dat feestje hier? Dat feestje is super. Kan ik eerlijk zeggen, dat feestje is echt super. Hè. Ze zijn echt toffe vrienden, toffe buren. Hebt u dat ooit weten beginnen, dat feestje hier? Ja, ja, over 5 jaar. Digitaal en vanuit het centrum van Ninove. Ninos Media en Ninos Succes Radio, vanaf nu één geheel. Eén geheel. Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninofmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.